Nou, wat u hier ziet is het aanbrengen van de lussen. De detectielussen die dus onder de feitelijke deklaag liggen en die ervoor zorgen dat de VRI-installaties, de computers die daarin zitten, weten wanneer waar verkeer rijdt. Zodat we een mooie groene golf door de gemeente Almere krijgen op de Veluwedreef. Zodat het verkeer wat stad inrijdt gewoon een continue stroom is. Die lus ziet u hier liggen. Die is aangebracht middels het zagen. Afgegoten met bitumen en het zorgt ervoor als de lus in de onderlagen ligt dat je dus aan je onderhoudswerkzaamheden, dat je daarop kosten bespaart, dat je niet jaarlijks hoeft terug te komen om te controleren of lussen nog functioneren